Schenkenveld produceert trostomaten op een oppervlakte van 80 hectare, verdeeld over 5 productielocaties. Schenkenveld is aangesloten bij telersvereniging Prominent. Onze nieuwste locatie, Schenkenveld Schiphol, bestaat uit 4 kassen van 11 hectare en is gebouwd nabij Schiphol Airport. Voor onze nieuwe locatie, Schenkenveld Schiphol, waren we op zoek naar een automatiseringssysteem in de verwerkingshal, die de productie uit die 4 kassen op een centrale plek kan verwerken. Het product wordt in de kas geoogst in de eindverpakking. Die eindverpakking gaat met een intern transportsysteem naar de verwerkingshal. Daar wordt het product afgeduwd van de oogstkar op een bufferbaan. Tax heeft in de basis een bufferbaan ontwikkeld waar we 10.000 kilo op kunnen bufferen. Dat betekent dus eigenlijk dat we nooit stilstaan in de hal. Doordat die bufferbaan vol blijft, kunnen de medewerkers nou altijd blijven controleren. En vervolgens een visgraadopstelling met werkplekken. Wat eigenlijk betekent dat we het product uit 2 kassen over 1 gecombineerde verwerkingslijn kunnen laten lopen. Daar worden door de medewerkers het product gecontroleerd op kwaliteit en op gewicht. Vervolgens, als dat klopt, gaat het weer verder het systeem op. Waarna het zeg maar gepalletiseerd wordt en gelabeld, gestickerd wordt wat de klant wil. En vervolgens verzend klaargemaakt wordt. Tax doen we al tientallen jaren zaken mee. Zij weten waar wij voor staan, wat wij willen. We hebben van tevoren in kaart gebracht van wat onze wensen zijn, wat wij nodig hebben. En volgens het Tax hun technische kant daarnaast gelegd en gekeken van nou, passen onze wensen bij de technische oplossing en past dat in het bedrijf? En kunnen we daarmee voor de komende jaren vooruit? Uiteindelijk weten wij elkaar daarin heel goed aan te vullen.